tot aankomende vrijdag is er een expositie hier in het Nola Hatterman Art Academy. En dat zijn er van twee hobbyisten, twee studenten uit de hobbygroep van het Nola Hatterman Art Academy. We spraken over de expositie met coördinator Sunil Puljun, die aangeeft in feite wie en wat de hobbygroep is, hoe groot dat allemaal is, wat ze allemaal doen en hoe de expositie allemaal in feite tot stand is gekomen. Wij voeren nu naar het volgende verslag. Sunil Puljun, kunstenaar, tevens coördinator van het Nola Hatterman Art Academy. Vanaf afgelopen vrijdag hebben jullie hier een expositie. Een expositie van wie? Dit zijn de expositie die momenteel te bezichtigen is. Zijn van twee cursisten van ons een hobbygroep. Je kan zeggen atelier voor volwassenen. Die afgelopen kalenderjaar gestart zijn. En gedurende een jaar begeleid zijn geworden onder de heer Ravi Rajkumar. En de resultaten zijn dus dan gepresenteerd geworden. Ja. Wat kunt u ons over de hobbygroep vertellen? Want ik hoor het nu voor het eerst. Nou, de hobbygroep is eigenlijk ontstaan doordat er veel vraag naar binnen kwam van mensen die een vierjarige traject niet willen volgen. De reden zijn uiteenlopend, je hebt veel werkende klassen, kunnen ze tijd moeilijk vrijmaken om te zeggen van hey, ik wil een vierjarige traject doorlopen. Ik heb dit toen binnen mijn begeleiderskorp op de Nola Hatterman Art Academie besproken. En de heer Ravi Rajkumar is toen bereid gevonden om die groep op te vangen en verder te begeleiden. Dus zodoende is dan dit groep ontstaan. Dit zijn nu twee cursisten. Omdat ze al vanaf het begin een aanwezig waren. Maar naast die twee zijn er zeker nog een stuk van vier of vijf. Maar die zijn nog niet zo ver gevorderd. En wanneer zij dus dan ook zo ver zijn, dan zullen ook hun werken gepresenteerd worden. En de groep is nog, als er mensen zijn die nog geïnteresseerd zijn erin, die kunnen zich nog altijd inschrijven. Ja. En de werken die nu hier hangen, van welke twee cursisten zijn dat? Het gaat om mevrouw Heidi Lepelblad en heer Finky Alfredo. Hmm. Ja. En de groep van hobbyisten, als ik het zo mag noemen? Ja, dus dat zijn de groep hobbyisten. Ja, hoe groot is dat? Dat is, voor nu telt het rond de 6-7 personen. En vanuit de 6-7 personen zijn dus deze twee die al vanaf het begin waren en veel ver gevorderd zijn. En de resultaten die zijn dus nu hier. Ja, en zij komen hoeveel keer per week hier? Ze komen één keer per week. Het is elke dinsdag middag van 5 tot 7. Ja. En curriculum die jullie hen aanbieden, is dat andersoortig of hetzelfde welke jullie hier hanteren? Nee, sowieso. Het curriculum die we hier hanteren is verschilt heel veel van de vierjarige opleiding zelf. Het verschil ligt eigenlijk namelijk in de intensiteit. Bij de vierjarige opleiding, daar zijn de studenten die zich inschrijven, intensiteit is daar veel hoger. Er wordt veel meer van je verwacht. Er wordt een gericht gewerkt. Maar bij de hobbygroep is daar de intensiteit niet zoveel. Dus net als wat ik al aangaf, ze komen maar één keer in de week de lessen volgen. Twee keren in de middag van 5 tot 7 uur. En bij hun gaat het om, wat willen zij? Aan de hand van wat zij willen, daar wordt er een verder invulling aan gegeven door de begeleider. Ja. En nu ze hun expositie hebben, betekent dat ze klaar zijn met jullie? Of ja, hoe zit dat? Nee. Ze zijn zeker niet klaar. De hobbygroep is eigenlijk. Ze komen gewoon. Jij bepaalt wanneer je wilt stoppen. Wij zijn gewoon hier zo gedurende het hele kalenderjaar. En je hebt mensen die zich komen inschrijven, mensen die weer plotseling stoppen en dan weer komen. Dus dat is eigenlijk die, zeg maar, die vrijheid die daar in die hobbygroep is. Ja. Maar het mooie is dat jullie ze een platform bieden om toch hun talent te tonen. Ja, en dat is ook al meerdere keren ook door mij eigenlijk ook aangegeven in andere interviews. Dat wij vanuit NOLA proberen om talenten een podium te bieden.
Ik had het waarschijnlijk ook al in een eerdere interview aangegeven. We zijn bezig te kijken ook om een podium jong talenten te lanceren. Waarbij studenten die van NOLA afstuderen, meestal is het zo dat ze dan niet meer weten van wat ze nu verder moeten doen. Dus we proberen dan vanuit NOLA te kijken van hoe wij die jonge talenten kunnen opvangen. En om zodoende ook hun een podium te bieden vanuit NOLA. Dat ze geregeld blijven exposeren, blijven werken. Want wat gebeurt er meestal? Wanneer ze klaar zijn van NOLA, dan werken ze niet, dan gaan ze iets anders doen. Dan vind ik het zonde dat je 4 jaren hier hebt gezeten en dan doe je er plotseling weer niks meer ermee. Dus om door die podium jong talenten te kunnen gaan launchen, denk ik dat wij dan die jonge talenten dan een podium kunnen bieden, zodat ze blijven werken. Want uiteindelijk is het een expressievak, het is een doevak. Je moet blijven doen om beter te worden. En uiteindelijk wil je dan ook datgene wat je gedaan hebt aan het Surinaamse gemeenschap laten zien. Van hé, dit is wat wij allemaal hier op NOLA gedaan hebben, geleerd hebben. En dit tonen we. En dan kijken we zeker uit wat het vervolgtraject zal zijn om zeg maar ingangen te boren. Om ook in het buitenland te mogen gaan exposeren. En als u dit allemaal bekijkt met uw kunstenaarsogen, met uw talent, wat zegt u van wat ze hier hebben neergezet? Om eerlijk te zeggen, als ik kijk naar ditgene wat hier gedaan is, moet ik alleen zeker de begeleider, de heer Raffi Rajkumar, complimenteren. Omdat uiteindelijk hij gedurende het hele kalenderjaar met ze gewerkt heeft en tot dit resultaat gekomen is. Ik ben tijdens de sessies die de begeleider met ze had, kan je zeggen dat ik een paar keren binnen ben gekomen om te kijken van hoe ze bezig zijn te werken. En het verschil van nu en toen is heel groot. Dus het is, de begeleider is bezig een goede job te doen. En we hopen alleen dat na dit er meerdere kunnen volgen. Ja, ja. En is het alleen maar om te bezichtigen of bieden jullie hun nu al ook de mogelijkheid dat dit ten verkoop geboden mag worden? Ja, het is sowieso een bezichtigen, maar ook, ze zijn allemaal te koop. Als ik zo kijk naar de werken, dan zie ik dat zeker een paar van de werken al verkocht zijn. Dus zij mogen sowieso overgaan tot verkoop. Het wordt wel eerst gescreend door ons. Om te kijken en te zeggen van ja, dit is wel een werkstuk die sterk genoeg is, die je kan presenteren. En je kan het ook te koop aanbieden. De prijzen worden in samenspraak met de cursisten bepaald. En ja, de werken zijn dus niet hier. En ze waren vrij of was er toch een thema waaraan zij zich dienden te houden? Nee, ze zijn vrij daarin. We proberen ze niet zozeer in een bepaalde thema te gaan duwen. Maar het gaat om, kijk, je bent elke dag bezig met werken. Je hoofd zit vol gespannen. Dan wil je ze weer niet een gespannen hoofd geven om met een bepaald thema te gaan werken. Dus ze zijn vrij daarin. En wat je ziet is dat één is een beetje abstract bezig, figuratief. De andere is meer, houdt meer van de natuur. Dus ze zijn gewoon kortom vrij daarin om hun eigen vrije expressie de loop te laten gaan. Ja. En als coördinator, maar ook als gevestigde kunstenaar, heer Paul June, welke advies zou je ze geven? Ik zou zeggen gewoon doorgaan, want het zit in hun. Als ik zo naar de werken kijk, zit het erin. Het kan alleen beter gaan worden. Dus ik zou niet zeggen van, hey, stoppen. De dag van de expositie zelf op die afgelopen week, een vrijdag, heb ik ze ook toen te kennen gegeven van, hey, jullie zijn goed bezig, gewoon doorgaan daarmee. Ja. En de expositie duurt tot? De expositie duurt tot aanstaande vrijdag. De openingstijden zijn in de ochtenduren van 8:30, van 9 tot 12 uur. En in de middaguren van 4 tot 7 uur.